Hey, leuk dat je kijkt. En zoals je kan zien sta ik voor het gemeentehuis. En over ongeveer een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij gaan kijken welke partijen hier zijn gevestigd, wat ze hier doen en hoe het nou werkt. Kijk je mee? Veel mensen denken dat de burgemeester de baas is van de gemeente. Maar dat is niet helemaal waar. De gemeenteraad heeft het voor te zeggen. Hier in de raadzaal komen ze eens per maand bijeen om te vergaderen, debatteren en over andere dingen te hebben. En dat kan soms wel uren duren als we het over lastige dilemma's hebben. De gemeenteraad bepaalt dus wanneer de winkels open mogen, wat de inrichting wordt van jouw straat of als je festival mag organiseren. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners van een plaats. Momenteel zijn er voor elke 2034 inwoners 1 raadslid in de gemeenteraad. In Assen hebben wij dus 33 raadsleden. Zij worden gekozen door het politieke systeem. En deze zijn elke 4 jaar opnieuw. En dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. En wij vinden het belangrijk dat jij ook je stem uitbrengt. Raadsleden komen op van de belangen van de inwoners. Daarom vergaderen ze niet alleen, maar bezoeken ze ook organisaties, projecten en inwoners zelf. Ze gaan met hun in gesprek om de gemeente alleen maar te verbeteren. Bijvoorbeeld, een raadslid heeft een voorstel om een dierentuin te openen in Assen. Dan wordt hierover gestemd. Zijn er 17 stemmen voor en 16 tegen, dan is de motie aangenomen en gaat het college aan de slag. De raad controleert vervolgens of de afgesproken voorstellen ook worden uitgevoerd. Naast het stemmen en het debatteren controleren de raadsleden de burgemeester en het college, ook wel de wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van een gemeente. Ben jij benieuwd over welke stellingen wij het gaan hebben met de partijen? Kijk dan volgende week naar Waarom zou ik kiezen?